Goedendag. Ja, de zomer die duurt voort en voort. Ook vandaag weer een zomerse dag. En het weekeinde ziet er ook nog ronduit zomers uit. Met veel zon en hoge temperaturen. Af en toe de schaduw opzoeken, dat is echt wel een goed idee. Zeker ook op zaterdag als het zon overgoten is. Zondag is er waarschijnlijk wat meer sluierbewolking. Ja, en een dagje naar het strand, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat we dit soort beelden ook dit weekend nog volop gaan zien. Maar er gaat wel wat veranderen, want het hoge drukgebied dat de afgelopen tijd voor dit hele zonnige weer heeft gezorgd, dit droge weer ook met name, dat gaat zich wat terugtrekken later in het weekeinde en begin volgende week. Ja, dan kan het toch echt wel wat wisselvalliger worden, omdat de stroming ook gaat veranderen. We hebben de afgelopen tijd te maken gehad met die noord- tot noordoostelijke stroming, maar die stroming die gaat draaien naar het zuidwesten. We zien zaterdag al sluierbewolking toenemen. En kijk eens aan, daar komen buien aan. Zondag in de loop van de dag, laat op de dag, dan kunnen er een paar forse buien overtrekken. En als we de animatie nog een keertje verder gaan bekijken, dan zien we ook dat op dinsdag er flink wat buien over kunnen gaan trekken. Kortom, het wordt wat wisselvalliger, maar de temperatuur die blijft wel vrij hoog. Want ook volgende week kan die temperatuur toch makkelijk zomerse waarde gaan halen. En dan krijg je een heel ander soort warmte. Met dat vocht erbij voelt het echt wat benauwder aan. Zaterdag hebben we ook te maken met de hoge temperaturen. In het noorden van het land zo'n 24 tot 26 graden. In het zuiden van het land gaan we toch wel weer richting de 27 tot 29 graden. Er waait op zaterdag nog een wind uit noordelijke windstreken. Aan zee kan die wind echt wel wat meer noordwest gaan worden in de middag. En dat zorgt dan voor wat verkoeling. En dan denk ik dat het heel mooi weer is met de zon erbij. De avond is ook nog een echte zomeravond. En in de nacht is het dan nog rustig weer. En dan zondag, ja, dan komt vanuit het zuidwesten steeds meer hoge bewolking opzetten. Ik denk dat aanvankelijk de zon daar niet al te veel moeite mee heeft. Het wordt echt al een wat benauwde dag. Want die wind die gaat draaien naar het zuidoosten en later ook naar het zuiden. Kijk eens naar die temperaturen. Op veel plaatsen tropisch warm zon. Zondag 30, 31 graden. Dat wordt zweten voor de vaders. Want het is natuurlijk zondag ook vaderdag. En we zien ook de eerste buiensignaal. We hebben het erin gezet voor het zuidwesten. Aan het eind van de middag kunnen er wat buien vanuit het zuidwesten binnenkomen schuiven. Maandag, dat wordt ook een dag met hier en daar een bui. Die temperaturen blijven hoog, 24 tot 27 graden. En dinsdag, dat wordt ook een dag met hoge temperaturen, totdat dat buiengebied over gaat trekken. Zoals er nu naar uitziet, zijn het actieve buien waar flink wat water uit kan vallen en er is ook kans op onweer. En de dagen erna, nou, het blijft gewoon zomers warm op de meeste plaatsen met temperaturen rond 25, 26 graden. Donderdag neem ik ook nog even voor u mee. Ook dan zo'n 21 tot 25 graden met flinke zonnige perioden. Maar zo af en toe gaat er wel een bui vallen. Fijn weekend.